Ik kom u zeggen dat ik vandaag tot advocaat ben beëdigd. Het zal u wel spijten, maar ik ben beëdigd. En dit is de allerlaatste keer dat ik hier kom. Ik zeg u voorgoed vaarwel. U bestaat niet meer voor mij. Gefeliciteerd. U feliciteert mij? Ik kan uw hand niet aannemen. Niet van iemand die me mijn hele leven heeft tegengewerkt. Of meegewerkt. Of meegewerkt. Het slachtoffer feliciteert u. Hij zegt gefeliciteerd. Reikt u de hand, die neemt u aan en vervolgens vertrekt u weer. Moet wel een heel warme handdruk geweest zijn. Weg naar beneden. Bent u van de trap gevallen, gestruikeld? Hebt u dit al eens eerder gezien? Herkent u het niet? Het is anders een schitterend mes. Maar lang niet zo mooi als dit hier. Pak het eens vast. Doe maar. Vastpakken! Au! Herkent u dit gevoel? Ah! Herkent u het? Laat een dokter komen. U wilt iets drinken? En iets te eten misschien? Voor mij ook graag.
Meneer Jacob Willem Katadreuzen. Spreek ik dat goed uit, Katadreuzen? U staat onder verdenking van moord dan wel doodslag op de gerechtsdeurwaarder Arend Barend Dreverhaven. Die naam klinkt als naderend onweer. Hm? U geeft toe vanmiddag Dreverhaven op zijn kantoor te hebben bezocht, maar u ontkent dat daar verder iets bijzonders is voorgevallen. Maar misschien kunt u ons eerst eens vertellen welke relatie u had met de heer Dreverhaven. Meneer Katadreuzen? Dreverhaven. Een naam die al een legende was, lang voordat ik hem voor het eerst hoorde. Misschien vanavond al. God beware u, meneer. U bent er goed. Dreverhaven, gerechtsdeurwaarder, de wet zonder mededogen, de beul der armen. De reputatie van Dreverhaven is mij bekend. Maar wat was uw relatie met hem, meneer Katadreuzen? U hebt zaken met hem gedaan. U hebt voor hem gewerkt. Hij heeft voor u gewerkt. Wanneer hebt u Dreverhaven voor het eerst ontmoet? Thuis. Thuis had hij een huishoudster. Jacoba. Kortweg Joba. Een jonge, stugge vrouw die zelden een woord sprak. Maar dat stoorde hem niet. Zelf zei hij ook nooit veel. Ze was net een jaar bij hem in dienst. Toen ze op een avond... een eenmalig voorval en er veranderde niets tussen hen. Maar na 6 weken verbrak ze de stilte. Ik ben in positie.